video. En vandaag mag ik voor jullie dit pakketje unboxen en testen. En dit is een action cam van iComTux. En voordat ik deze video ga beginnen, wil ik wel eventjes heel erg duidelijk maken dat ik iets ga testen. Wat ook handig is misschien voor jullie. Dus ik heb aan het einde van deze video heb ik nog iets heel erg leuks voor jullie. Dus blijf zeker de hele video afkijken. Nou, dit is de verpakking vanaf de voorkant. En ik ga hem dus nu eerst unboxen. En daarna gaan we hem natuurlijk uittesten bij Mojito. Maar dit is dus de voorkant. En hij is dus van iComTux. En je ziet dus hier, ja, zie je de camera al een beetje. Die gaan we zo meteen beter bekijken. Maar hieronder staan ook nog wel wat handige dingetjes. Want de kwaliteit is 4K. En je kan bij deze camera, staat hier zelf de hoek. Dus qua breedte dat je wil filmen kan je instellen. Bij foto's maken geldt dat die 20 megapixels. Nou ga ik natuurlijk geen foto's maken. Maar ik ga meer testen op het filmen. Dus bij Mojito ook. Je kan er mee onder water. Dus als je hem in het hoesje hebt waar die volgens mij nu hier al in zit. Dan kun je ermee onder water. En er staat hier dat hij een soort van anti-shake heeft. Dus ja, dat is wel ook wel handig voor paardrijden. Dat je dan toch best wel een beetje schudt en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Dus we gaan nu unboxen. Dus openmaken. Oké, nou, het zit dus in een soort van doosje nog. Om het even uit te halen. Er zit een soort van schuimachtig omheen. Nou, dit is dus de camera. En er zit dus zo'n veiligheidshoesje omheen waarmee je dus onder water kan. En ik zal hem er eventjes uithalen zodat jullie hem ook goed kunnen zien. Dit is hem dus. Dan zitten er nog twee doosjes bij. Hieronder zit volgens mij ook nog wat. Maar we gaan eerst even de doosjes uitpakken. Dus ik haal ze er even uit. Nou, hier zitten snoertjes in. Die ga ik er niet helemaal uithalen. Maar dit is gewoon de oplader, denk ik. Nou, ik heb eventjes alles uitgepakt. Want er zitten zoveel accessoires bij. Dat het anders heel lang gaat duren voordat ik elk dingetje uit zijn zakje heb. Dus ja, dit zijn dus alle onderdelen die erbij zitten. En ja, ik zal er een paar eventjes snel benoemen. Dit is natuurlijk de oplader. Dan heb je hier wat onderkantjes liggen. Dit is een soort van, die kun je vastzetten en dan heb je een soort clip. Dus daar kun je hem ergens mee aan vastklippen. En dit is dan weer een soort ander houdertje dan deze, waaraan je dus bijvoorbeeld die clip kan bevestigen. Nou, hier heb je dan dingen waarbij je het aan een ronde stam of zo, dus bijvoorbeeld aan je fiets kan vastmaken. Een soort voetje. Nou, wat algemene dingetjes waar je het aan vast kan maken. En hier ligt nog een extra achterkantje voor bij deze. En hier liggen nog wat algemene dingetjes waar je bijvoorbeeld met klittenband kan vastmaken. Of tie rips of met staaldraad of extra plakkertjes. Die hier aan de onderkant zitten. Dus dit zijn een beetje de spullen die erbij zitten. En dat zijn er natuurlijk echt ontzettend veel. Dus je kan hem op heel veel mogelijkheden kun je hem gebruiken. Voor paardrijden gebruik ik waarschijnlijk deze heel erg veel. En hier zit trouwens ook nog een andere clip aan vast. Een soort kleintje. Hier hoort er dus ook nog bij. Maar er zitten dus echt onwijs veel spullen bij. En dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dus dat je er heel veel dingen mee kan. Dus ja, we gaan straks naar de beneden toe. En dan gaan we het uittesten bij Mo. En dan kijken hoe de camera dus echt werkt. Ik ben nu op de meneesje, ik heb Mootje opgezadeld en ik heb de camera op mijn cap gezet. Hij zit met een band op mijn cap vast
En deze band zit niet standaard bij zo'n camera, dus je moet die er zelf bij kopen. Maar zo'n band is dus wel heel erg handig, want dat zit ook met rubber en zo, zodat het niet van je cap afglijdt. Dus ja, ik ga nu zo meteen Margriet even een stap, draf en galopje zetten. En ik ga even een sprongetje maken, zodat we goed kunnen zien hoe de camera daar allemaal mee omgaat. En ik ben zelf echt best wel benieuwd, dus laten we snel van start gaan. Settle down, not the same without you around. You mean the world to me. Steal a kiss, make a dream. Holding hands became a theme. You stole the sun for me. It's a game and you're on top. Kiss and tell, take a shot. We'll dance until we leave. Take a jump, set it free. En ik vind de beelden echt heel erg goed. Ze zijn heel erg duidelijk. En ik vind dat de camera heel erg goed de kleuren weergeeft. Dus ja, het is eigenlijk heel real, zeg maar. En wat ik bij het rijden op mijn gieter is dat ik hem op mijn helm heb. Wat je dus eigenlijk heel goed ziet is dat hij die schokken, wat er dus ook staat, anti-shake, heel erg goed oppakt. Want je ziet eigenlijk bijna niet dat ik in welke gang zit. Of ik nou in drap of in galop zit. En je ziet eigenlijk ook de camera geen gekke dingen doen als ik over de hindernis heen ga. Het lijkt net of de hindernis er niet eens staat. Dus ik vind dat hij die schokken heel goed oppakt. En je ziet dus niet echt zo'n trillend ding. Zeg maar, ja, trillende weergave. Dus dat vind ik heel erg goed. En ja, deze camera doet dus zeker niet onder van alle andere merken. Dus bijvoorbeeld GoPro en zo. En wat ook heel erg fijn is, is dat deze camera relatief goedkoop is. Want voor een normale GoPro betaal je ongeveer 200 tot 400 euro. En voor deze camera betaal je ongeveer 77 euro. En nou is het leuke dat ik aan jullie een kortingscode mag geven. En deze kortingscode komt hier nu onder in beeld. En dat is 10% korting mag ik jullie op deze camera geven. En dat is natuurlijk super leuk, want Kerst en Sinterklaas komen er nu aan. En zo'n actioncamera is gewoon heel erg leuk om te hebben. Ik gebruik hem zelf dus ook best wel heel erg veel. Want met paardrijden is het gewoon leuk als je een keer op buiten gaat naar het strand gaat. Of een cross of een gaat springen of iets hebt. Dan is het gewoon heel erg leuk om een actioncam te gebruiken. En ik zal de website hieronder eventjes in de beschrijving zetten. En het gaat via Amazon UK. Daarom dat ik ook zeg ongeveer 77,70 euro met korting. Want het is in pounds. En dat is dus ongeveer 77,70 euro of 70 als je dus met die 10% korting. Dus als je er eens zou hebben, wees er dan snel bij. Want de actie loopt dus van vandaag donderdag tot aankomende zondag. Dus ja, en ik kan hem zeker aanraden. En ik zou het ook niet zeggen als het niet zo was. Want ik wil geen dingen zeggen die niet waar zijn. Dus het is echt een hele fijne camera. Dus als je er nog eentje wil, dan zou ik deze kans nu zo snel grijpen. Dit is dan weer het einde van de video. Doe deze video even een blauw duimpje omhoog. En wil jij nou mijn vorige video zien die onwijs leuk is geworden over waarin ik dingen doe die moeders langs de kant doen waar wij ons aan kunnen irriteren? Check dan even deze video. Of wil je nou nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!